Ja, de tekst bij. Ja. Heel veel van de design. Dat is de tijd, hè? Dag dames. Oh, een prachtige blok. Hartstikke twee aantrekkelijke mannen. Oh, dat gaat ook weer een beetje te ver, hè? Hans slaat weer door. Dat is net binnen. We gaan beginnen met deze vrijdagvergadering. Annette, de aanvragen, nieuwe zaken. Laten we daar maar eens mee beginnen. De eerste is meteen een vrij heftige zaak. Dat is de zaak die jullie vast in de media ook hebben meegekregen. Er zijn in Twente inmiddels zelfs twee babylaakjes gevonden. En daarvoor is een verdachte aangehouden afgelopen maandag. En zij wordt bijgestaan door een piketadvocaat uit Hengelo, meneer Van der Veen. En hij zegt heel eerlijk, deze zaak groeit mij zowel juridisch inhoudelijk als ook qua perscontacten, groeit hij me eigenlijk boven de pet. En hij vraagt eigenlijk om een soort samenwerking met ons kantoor. Een soort combi. Ja. Nou, zit natuurlijk vast. Recht. Dit is toch die jonge vrouw? Ja. Die studenten, dacht ik, ja. Komt niet veel voor. Dus het is juridisch een bijzondere zaak. Er is onlangs wat jurisprudentie over geweest, hè, over deze, ja, deze materie. En bijkomend, maar dat is even hardop denken, het bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de 12-jaarsgrond niet in beeld komt of minder snel in beeld komt. En dat, dat is van belang van het voorarrest natuurlijk. Want je moet dat is inderdaad wel scherp, want je kunt haar alleen maar vasthouden bij gevaar voor recidive. Nou, als er geen kinderen meer zijn, is dat die kans niet heel erg groot. En als er 12 jaar op het feit staat, en het staat er niet. Nee. Zelf neem ik niets aan. Geen ruimte. Ik weet dat Evert van der Meer gezegd heeft dat hij nog wel enige ruimte heeft voor begin volgend jaar. Dus dan zouden we Evert erop kunnen zetten. Misschien dat jij of ik wil assisteren. Nou, zeg het dus. Nog meer. Mijn knieën tegenaan. Dat is me toch ook een huisvesting hier. Ja, een waardeloos bureau. Wie heeft me dat ook gegeven? Het is een ingewikkeld verhaal. Uiteindelijk zijn er een paar mensen die bij het opruimen van een garagebox een koffer vinden. En dan denken ze in eerste instantie van, goh, wat zit daarin? Dan denken ze aan het lijk of het stoffelijk overschot van een klein dier, een kat of een kleine hond of iets dergelijks. Maar ze besluiten er toch mee naar de politie te gaan. Die onderzoeken het en vervolgens komt aan het licht dat het een babylijkje is. Krijg je op een gegeven moment ook de vragen van de agenten van, nou, maar jouw ouders dachten dat je zwanger was in het afgelopen jaar. En hoe zit dat dan? En dan komt het verhaal dat er inderdaad nog een kinderlijkje ligt. En ligt bij moeder boven op zolder. En dat wordt dan inderdaad ook daar aangetroffen. Dat geeft ze ook aan. Ja. Wist die moeder daarvan? Nee. Heeft ze ook een probleem? Wist er niet van. Ja. Nee, ouders zijn uitgebreid verhoord. Mensen eromheen zijn verhoord, ook veel vrienden en bekenden uit het studentenleven zijn gehoord. Dan blijkt dat iedereen wel gedurende lange tijd vermoedens had. Dat ze zwanger was? Dat ze zwanger was, maar daar heeft ze een verhaal voor dat ze een medische aandoening had. Met een bloedprop in de buik, die dan op een gegeven moment ook, ja, zo plastisch is het, eruit komt. En dan heeft ze weer een platte buik. Want dat was kennelijk dus niet een zwangerschap die heel optisch. Even wel wat laten zien. En mag jij zeggen, wie van de twee
een cliënt is. Ik ken mensen die dat sneller hebben uitgevogeld. Ja, nee, maar ik kom daar zo niet uit. Nee. Nou, wat mij betreft is voor 100% duidelijk te zien dat zij daar zwanger is. Bizar, hè? Ze heeft ook aangegeven dat op het moment dat dan die bevalling komt, dat ze dan in beide gevallen twee keer helemaal in de eentje doet. Dat ze dan ook vlak na de geboorte van het kind ook niet wil dat anderen het ontdekken en het horen. En op dat moment vinden dan de feiten plaats. Het is helemaal een vreemde zaak, maar wat dan toch ook opvalt is dat ze zich nooit daadwerkelijk iets gedaan heeft om de lijkjes in die zin te verbergen dat je dat je ze echt wegdoet. Ik bedoel, ze had ze ook in een nabijgelegen meer of kanaal of rivier verzwaard met de steen. Maar het blijft voortdurend ook in de nabije omgeving. In de directe omgeving, ja. En zij heeft het toch nog bij haar willen houden, kennelijk. Ik heb geen witte jas, ben geen psycholoog, maar ik zou zeggen dat zijn toch dingen die wel opvallen. En op dit moment vindt de crematie van de beide babylijkjes plaats. Mag ze daar naartoe? Ja, officier heeft zich ervoor ingespannen dat ze daarbij aanwezig zou kunnen zijn. Dus verlof gegeven door de directeur van de inrichting. Als het goed is, is ze daarbij. Dat siert het OM. Ja. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Mijn naam is Anker, advocaat Leeuwarden en ik kom voor Theo Heinrichs. Theo, goedemorgen. Kijk eens wie we hier hebben. Ben ik te vroeg? Ja. Theo, goedemorgen. Ah. Komt erin. Hoe kom je daaraan? Hoe? Twee van de flippers. Ja. Daar zijn wij mee bezig. Wij zijn bezig met de Oktoberfesten in Duitsland. Die halen wij naar Akkrum in de maand mei. Je moet altijd iets origineels hebben. Dus met lange houten tafels, pullen, bier, braadwoest. En dan halen we de flippers naar Akkrum. En ik kom hier. Theo, je hebt ze hier liggen. Ja. Heb je er nog meer van? Ik heb mijn smaak natuurlijk een beetje door de jaren heen. Theo, ik sta hier nog geen 48 jaar bij, geloof ik, hè? Ik weet niet hoe lang ik jou... Nee. Nog geen 48, maar, dacht ik. Jij moet ze ook hebben. Maar wel heel lang. Het 50-jarige jubileum van jou in de TBS wil ik niet meemaken, hè? Ik heb al gezegd, ik zet mijn verhaal en vooral onze zoektocht even naar een nieuwe instelling. Dat zet ik even op papier voor de rechters. Ja. Ook met alle problemen erbij. Waar de moeilijkheden zitten. Dat geef ik dan aan de rechters en aan de officier. En jij moet erom denken als de rechter jou vraagt van... Theo, wat vind jij van de TBS over de verlenging? Want het gaat over de verlenging van de TBS. Mm. En dat je dan ook zegt van, graag met 1 jaar. Ja, ja. Dan moet je mee beginnen. Ja. Ja. Hè, want we moeten geen 2 jaar hebben. We zijn aan het afbouwen. We willen een einde aan die TBS. Dus dan zegt de president, nou meneer, wat vindt u er zelf van? Dan zeg jij... Nou, ik zou zeggen dat ik er maar 1 jaar... Ja. En dan maar geen jubileum. Huh? Die 50 jaar, die hoeven we niet. Nou, zonder gekheid. Ik heb, toen ik 40 jaar zat, heb ik ook nog een briefje geschreven aan het departement waar mijn gouden klokje bleef. Ik heb er wel een reactie op gekregen, maar die was ook niet zo leuk. Oké. Huh? Kijk, hier heb ik een toiletje. Dit is het toilet, hier is wassen. Dit heb ik er allemaal zelf in gemaakt. Er zit geen spijkertje in, maar je krijgt hem niet van de wand af. Ja. Het gaat goed.
Je bent lekker rustig. Allemaal routine, hè? Ja. Ja. We hebben een aardige voorzitter, dus je hoeft je niet druk te maken. Ja. Rustig antwoord geven op de vragen. Wij hebben wel een verhaal. Ja. En dat komt wel goed. Meneer Heinrichs is destijds veroordeeld ter zake nu agressief seksueel delict. Voor dit delict heeft hij de huidige maatregel opgelegd gekregen. Ondanks behandeling, blijkt uit het rapport, is hij meerdere keren de fout ingegaan tijdens verloven en soms ook zeer ernstig. Helaas heeft behandeling niet geleid tot verbetering. Hij is inmiddels 65 jaar. Pedofiele gerichtheid neemt echter niet af met het bereiken van een hoge leeftijd. Maar de toenemende beperkingen op het lichamelijke vlak, mede ten gevolge van zijn leeftijd, spelen wel een rol in de mogelijkheden tot het eventueel plegen van delicten. Het gevaar dat hij zou terugvallen, dat is te groot. En de veiligheid van kinderen, van jonge meisjes, eist dan ook verlenging. Dat betekent niet dat we vandaag helemaal niet moeten kijken naar de persoonlijke belangen van meneer Heinrichs. De lange duur van die TBS maakt dat er wel degelijk en serieus oog moet zijn voor zijn belang. Ik vraag de rechtbank niet dat ik in één keer naar buiten kan, want dat begrijpt iedereen en dat niet kan. Mm-hmm. En zo nodig moet ik nog lang kunnen tonen dat ik die stap kan maken. Omdat ik eventueel dan nog een leuke oude dag zou hebben. Maar wat wilt u van de rechtbank? De rechtbank en het woord van een soort resocialisatie na de kliniek toe. De eerste TBS had Theo al in 1961, dus hij zit vast sedert 1960 en dat is nu ongeveer 48 jaren. Ik spreek daar veel over met cliënt, want cliënt heeft niet iemand gedood. Het is geen moord, het is geen doodslag, het is binnen de zedendelicten ook geen verkrachting. Het is een ernstige aanranding geweest met recidive. Hij beseft, u hebt het al gezegd, dat hij niet meer zelfstandig terug kan in die vrije samenleving. Wie wel na 48 jaar. De cliënt ziet echter een toekomst waarin hij zou verblijven in een vorm van beschermd wonen. Daar komt hij herhaaldelijk op terug. En dan moet ik op dit moment zeggen dat dat er in 2008 niet in zit. Wel een aardige optie is, en die heeft ook, laat ik maar zeggen, de steun van Theo. Want dat is in Eindhoven. Dat is voor Theo belangrijk. Dat is de GGZE de Grote Beek. Er zijn twee leefgroepen van 9 personen. Laat ik het zo formuleren, met een EQ vergelijkbaar met Theo. Waarvoor veel te weinig plaatsen zijn. Maar er zijn er 18 in Eindhoven. Het is een GGZ-instelling. Dus dan moeten we af van het etiket long stay. En dat kan. Mogelijk zouden we, als we hier over een jaar zijn of over 2 jaar... Dus voorzichtig kunnen denken aan einde TBS. Afwijzen, vordering, verlenging. Weg etiket TBS. Meneer de voorzitter, de verdediging hoopt, en met name Theo hoopt, dat in het komende jaar dat hij sowieso in een andere inrichting zit. Dat moet slaan. Het moet lukken om op een goede plek te krijgen. De kwaliteit van leven ietsje hoger wordt en ietsje meer bewegingsvrijheid. Dat is het maximum. Dank u voor uw komst, meneer Heinrichs. Dat geldt ook voor meneer Anker. Dat was het, de zitting is gesloten. Dit is even geleden. Zullen we een kleintje door rustig? Ja, zullen we doen. Lijkt me verstandig. Dag heren. Ik heb er een tost. En een balletje gehakt. Ja? Ja. Maar
Maar moet ik niet direct bestellen, want dan is Guus weer weg. Okay. Een kopje thee. Nee, dankjewel. Het lijkt me wel vijf sterrenzaak, kijk. Maar je hebt al zo'n doos met... Ja, ik moest een sterren uit in de boekhouden. Dus. Met soorten thee erin. Ik zeg altijd in de mensen, ik ga naar sterrenrestaurant Duinzicht, hè. Heb je druk, Wim? We zijn nou even bij de Tweede Kamer geweest om over levenslang te praten. Dat weet niet iedereen in Nederland, maar levenslang in Nederland betekent dat je nog één keer buiten komt. En dat is horizontaal. Wij willen dus dat in de wet komt te staan, je hebt levenslang, maar dat na 20 jaar een rechterlijk college nog eens toetst, blijft Pietje tot de dood zitten, of is er nog een kans op in vrijheidstelling onder een aantal voorwaarden te zijner tijd. Heel realistisch voorstel, maar politiek, nou dat weet je zelf wel, zeer gevoelig en lastig. Dus wat wij nu doen is een rondje langs de velden. We gaan naar de D66 zijn we geweest, CDA zijn we geweest, SP vanmiddag. En nu volgen nog PvdA, VVD, PvdA, alles. Gewoon een rondje langs de velden. Rondje langs de velden. Kijken, proeven, luisteren. Hoe de hazen lopen. Is er een meerderheid? Of, indien er geen meerderheid is, dan vragen we een aantal politici... willen jullie samen een initiatiefvoorstel van wet indienen? Dat kan. Dan kom je er zelf mee met 3, 4, 5 politici. En we zijn wel geduldig. Dat mag wel een paar jaar duren. Ja, ze komen voor Guus. Die is aantrekkelijk, hè? Guus, is er je never op of heen dan wat? Er is nog voldoende, Wim. Ja, want ik ben... Wim, alsjeblieft. Zeg, Wim, zullen om 16:30 rijden? Ik hoor daar in de hoek koning Meindert. Even kijken, waar is de Oh, je hebt gelijk, we gaan 16:30 rijden. En ben je tevreden over de resultaten van je club? Ja, Heerenveen, we staan nu 4, maar er zit nog veel meer in het vatje. Jongens, FC Den Haag, Heerenveen, hè? 89ste minuut, 0-1. Goaltje van Kalou. Dat ligt hier nogal gevoelig, Wim. Een paar biertjes, want je staat maar daar. Dan wordt het gedijnd en dan wordt het gezellig. Hinderlijk, al die klanten, Guus. Hè? We zijn midden in een goed gesprek en er komt maar van alles tussendoor. Het is werkelijk niet te geloven. Hey Guus, kan ik deze meenemen voor thuis? Want ik ben wat later thuis dan de bedoeling is, maar hier kan ik dus punten mee scoren. Dit kan niet missen, jongens. Dit is weer een kerstkaart. Chill, heb jij die ook? Ja, dan heeft hij er weer een. Man is razend populair onder de cliënten. Hij heeft er nou al 3. Kijk, ik zeg altijd een kerstkaart, dat is een... populariteitsindicator, dat is een mooi lang woord. Kijk, de man heeft goed contact met zijn cliënten, heeft een sterke binding. Heeft er dus al 3. Heel origineel, prettige kerstdagen. Ja, en dan gaan we straks naar mijn kamer lopen. Ik schat nu al, terwijl de kerstdagen nog ver weg zijn, ik schat hem al op 10 à 11. Dus dan weten jullie wel genoeg. Hij heeft er nou 3. Ook weer een hele originele. Oh, het zal wel van een instelling zijn. Het is niet eens van een cliënt. Hoho. Zie je direct, hè? Het is van een bedrijf. Telt niet mee. Verder is het hier wel een sfeervolle ruimte, vind ik. Oké, we kijken bij mij. Ik moet nog een paar dossiers lezen. Want ik lig erg achter door de ziekte. Okay. Ja? Waar wou je gaan zitten? Hier? We kunnen wel even op mijn kamer. De kamer van Nico is geloof ik vrij, maar... 4, 5, 6, 7. Wat hij vaak doet, dan doet hij de kaarten van het jaar ervoor, die zet hij ertussen. En dan lijkt het allemaal wat meer. En dat is bij de man helemaal zo. Hij blaast zich helemaal op. Man heeft wel een punt. Maar ik heb het nog niet gedaan. Interessant. Goed. Ja, prima. Mooi. Ja, ook.
Wanneer was die begrafenis? Nou, het was de begrafenis. De locatie is tot laatste moment geheim gehouden, ook voor familie en vrienden. Het stikt ook van de politiemensen en burgeren. Deze straat was afgezet. Overal politieagenten en burger. Marieke is daar met een gepantserde bus naartoe gebracht. En een korte dienst in de aula, waarbij Marieke ook een gedicht heeft voorgedragen. Zeer emotioneel werd, echt voor het eerst dat ik haar emotioneel heb gezien. Okay. Hij heeft aangegeven dat ze toch vindt dat ze een slechte moeder is geweest. En toen zijn de baby's eigenlijk begraven in één kistje en heel emotioneel. Twee ballonnen opgelaten, hè, die symbool stonden voor de zoontjes. Je zit nu in het Pieter Baan Centrum, hè? Ja, klopt. Vorige week ben je er aangekomen. Ja. Hoe is het nu? Ja, goed. Ja? Met kennis gemaakt met de psycholoog en de psychiater is vorige week thuis geweest om kennis te maken. En deze week mag het niet echt, zeg maar. Ja. Met gesprekken? Ja. Of je bent al op een groep geplaatst? Ja. Oké. Okay. Vorige week donderdag op de afdeling gekomen. Ja. Zo even wat anders, hè, dan huis van bewaring zeker? Of? Ja, het is wel even winnen tussen 7 mannen, ja. Oh. Ja, het is inderdaad gemengd. Nou, je zit daar voor 7 weken. Ja. Dat weet je. Nou, dan moeten we nog eens even kijken hoe die 7 weken gaan. En dan wordt er uiteindelijk een rapport opgesteld, maar dat duurt ook nog 7 weken voordat dat klaar is. En dan zegt Evert van der Meer ook nog terecht, die heeft allerlei literatuur bekeken op het gebied van partner- en kinderdoding. Dat weet je, er zijn heel veel boeken over geschreven. Daar ook al en het herhalingsgevaar, het recidivegevaar, als het gaat om partnerdoding en kinderdoding, is extreem laag. Niet alleen in Nederland, maar ook in buitenland. Ja. En je ziet zelden dat als iemand een kind doodt, dat 6 jaar of 10 jaar later weer gebeurt. Dus, nou, wat is nu het dilemma? Op grond van deze punten zeggen wij willen niet die zware TBS, wij willen de lichte vorm. Nou, dan weet je in elk geval, in 4 jaar is dat klaar. Dus wij koersen op die TBS met voorwaarden. Maar dan moeten wij wel een kliniek hebben waar ze naartoe kan, die haar op wil nemen, die haar kan behandelen, et cetera, et cetera. En dan zou je het kant en klaar moeten aanleveren. Ja, maar wat ik nu al kliniek gedaan heb, zoeken, die zegt van, nou, wij willen, mocht de rechtbank daartoe besluiten, willen we haar wel hebben. Dan heb je iets meer, hè? Dan zou je kunnen vragen, nou, overleg met het Openbaar Ministerie, of wij bijvoorbeeld de conclusies van het Pieter Baan Centrum rapport zouden mogen toezenden aan. En dan kunnen zij zeggen, deze problematiek kunnen wij aan, dit behandelen wij inderdaad. En ik denk dat je dan een sterkere positie hebt dan dat je alleen maar... Het is wel onorthodox, hè? We zitten op het terrein van andere instanties, maar we staan met de rug tegen. Wij hebben maar één belang en dat is het belang van... Ik zie de zaak gewoon uit onze handen glippen. Wij moeten in actie. Ja. We nemen contact op met de officier. We hebben goede contacten met het OM op dit moment in Almelo. Dus je zegt van nou, met toestemming van het OM sturen we een kopie naar die 3 klinieken. Kijkt u eens, wat is het voor mevrouw? Wat is de stoornis? Wat moet er gebeuren? Hoe lang kan dat duren? Kunnen wij haar hebben met een TBS met voorwaarden? Kunnen we dat aan? Past het binnen een kliniekregime? Is dat iets? We hebben nog tot 16 oktober. En het belang is groot, want krijgt ze een TBS met dwangverpleging, die kan 6 jaar duren, 10 jaar, 20. Dat is niet te zeggen hoe lang het gaat duren. En een lichte TBS, die duurt maximaal 4 jaar, dus haar belang is groot. Dus dan moet ze dat langere voorarrest moet ze maar voor lief nemen. Ja. Het is wel ongebruikelijk, realiseren we ons. Maar... we voelen ons ook wat aan handen en voeten gebonden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik aan de andere kant het kwade ervan ook niet echt kan inzien. Wat zegt u daarvan? Hartstikke mooi. Dan wacht ik het even af. Oké, bedankt. Oké, dag. Ik proef dat hij al wel gaat plegen. Hij zegt ik wil er even over nadenken. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Theo en Theo. Hartstikke mooi, jongen. Ja. Je was er zo net ook al, hè? Ja. Dat was wel heel vroeg. Dit is ook een Theo, geloof ik. Ja, ik ben ook een Theo, ja. Dit is Wim Anker. Ja, we zijn een tijd weggegaan. Ja.
4 jaar terug kwam ik altijd hier. Ja. Ja? 4, 5 jaar terug ja, hier op. 5 jaar terug kwam ik hier zo. Ja. En ja, sinds Nijmegen niet meer. Nee, laatste jaar staat het helemaal op slot. Ja. Oh, dat is dochter Marlies. Oh, nee. Ja. Marlies? Ja. Dit is Theo. Theo. Marlies. Ja. Marlies is 16 jaar en Marlies komt elke vakantie komt Marlies hier werken. Oh. Dus dan komt ze met de kerst en in mei en oktober en zomer. En nu dus als ze wat tijd heeft, dan gaat ze een beetje helpen. Oké. Okay. Leuk. Ja. En dan verdient ze een centje. Ja. Moet deze jongen allemaal betalen. Ja. Theo heeft in het verleden heeft hij TBS gehad. En... zit nu in Nijmegen. Ja. En Theo zit dus al heel lang en we zijn nu bezig met het zoeken naar een andere plek. Want het camperhuis waar Theo zit in Nijmegen gaat dicht. Ja. En we proberen nu dat hij misschien naar Eindhoven kan. Ja. Nou, en uit die omgeving kom je ook, dus dat zou mooi passen als dat lukt. Ja, er is ook een psychiater is er geweest. Als je, je bent al 21 keer weggelopen. 21 keer weggelopen? Ja. Dat is wel veel. He? Nou ja, af en toe heb je vakantie nodig. Ik zeg altijd de langzittende Nederlander, nou, maar hij is meer buiten. Ja. Nou, de langs. Ik heb maar, geen medelijden meer met toch, deze man. Maar ik, toch. Ik geef het op, ik hou het op. Maar toch. Ja, nou, gelukkig zie die psychiater ziet het nou toch. Dat het na al die jaren. En toen zegt hij. Dat is belangrijk. En het mooiste wat ik vond, wat hij zei. Ja? Dat ik de vergeten gevangene was. Eén man 4 maanden te lang vasthouden kan zijn nest wezen. Maar één man te vroeg loslaten kan ook zijn nest wezen. En waar dat tussenin zit en wie dat moet beslissen, ik zou die beslissing ook niet durven te nemen, hoor. Maar als je tegen mij zegt in het camperhuis, wie durf jij zo de deur uit te laten gaan? Maanden, zeg ik niemand. Nee, maar wij samen zijn ook realistisch, we zijn ook verstandig, want je zit nu bijna 50 jaar. He, dus dan... kun je ook niet zeggen, doe de deur maar open en wandel maar weg. Dat is niet haalbaar, want dat zou meneer daar niet kunnen. En als ik 50 ben, gaat het Theo, want anders haal ik niks. Kijk. Half mei gaat het camperhuis dicht, dus dan moet je sowieso weg. En als we niks gevonden hebben voor die tijd, dan ga je waarschijnlijk naar... de corridor in Zeeland, in Brabant. Ja, dan moet ik nog... Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet, want dan blijven we met jou verhuizen. Dus ik vind dat het in één keer... Of... linea recta Eindhoven, zeg ik. Voor die tijd moet die longsteestatus eraf zijn. Ja. Want ze weten geen situatie, geen enkele dingen. Ze gaan op de stukken van... Ze gaan klakkeloos op een psychiater die zegt, nou, hij is nog gevaarlijk. En klakkeloos wordt het aangenomen. En dat kan jaren in, jaar uit doorgaan. En dan komt er nog eentje van het departement komt te zeggen dat ik 21 miljoen euro werd gekost. Ja. Zo, ja. Van lopen met Theo. Hallo. Hoi. Zeg tot kijk. Peter Braun, Willem Anker, Leeuwarden. Hallo. Goedemiddag. Ik bel even over Theo. Ja. Wij waren enige maanden geleden in de corridor in Zeeland. En toen hebben we het gehad over een mogelijke, laat ik voorzichtig zijn, overplaatsing naar de GGZ-E. En we hadden toen de hoop dat hij misschien bij een groep van 10 zat die eens besproken zouden worden tussen jullie en de GGZE. En mijn vraag is even naar de stand van zaken. Is dat gebeurd en zit hij nog in de molen voor een overplaatsing?
anders gelopen dan ik had gehoopt. Ik heb wel een gesprek gehad, maar het probleem is dat zij op dat moment in contractonderhandeling met het ministerie van Justitie waren, waardoor ze eigenlijk zich niet vrij voelden om over mogelijke opnames te spreken. Dus ik ben onverrichte zaken weer retour gekeerd. En ondertussen heb ik dit ook onder de aandacht gebracht van het ministerie, omdat het natuurlijk erg jammerlijk vertragend is. En zo gaat het nu al 3-4 jaar. En dan denk je van, we zijn er bijna. En nu ook, Eindhoven leek dichtbij. Meneer Brown was enthousiast. Nou zeggen ze in Eindhoven, u bent te snel. Het ministerie trapt op de rem. Nou, het gaat weer maanden duren. Alternatieven zijn er vrijwel niet. Angst, koudwatervrees, het is Theo, pedofiel, 50 jaar TBS, die moeten we niet. Als er iets misgaat, moet de minister naar de Kamer, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Maar ze kennen hem niet. Ze weten niet hoe hij nu functioneert. Als je hem ziet, als je hem spreekt, hij is gemakkelijk beheersbaar binnen iedere inrichting. Hij loopt niet hard weg, daar heeft hij tempo niet eens voor en de fysieke gesteldheid niet eens voor. Het is allemaal angst. Het is 2009, we zitten in de greep van de angst. Theo is het slachtoffer, maar we geven nooit op. Meneer Brown zegt, ik zie ook geen alternatieven. Nou, ik zei wij ook niet, want ik ben het hele land al doorgereisd. Ja. Van Delfzijl naar Maastricht. Ja, dat is lastig. Ja, straks krijg je, want dan kun je de klok op gelijk zetten, krijg je weer een uitbraak van een TBS-gestelde die een zwaar delict pleegt. Nou, dan gaat Theo weer in de koelkast. En zo herhaalt de geschiedenis zich. Goed. Hoe ging het met jouw uitspraak? Heel goed. Ik heb mijn cliënt net gebeld. Hij had dus 4 jaar waarvan ja, voorwaardelijk. En het ging dus om feiten 2, 3, 4, 5, 6. Die dwang wilde hij eraf hebben. 2, 42, 2, 46. Het hoop gewoon voor te lezen. Daar heb ik dus in maart al op gepleit. Hè? En die rechtbank die wilde er dus helemaal niet aan. Vrijgesproken voor 2, 3, 4, 5, 6. Allemaal de dwang eraf. En dat was nou precies wat hij dus wilde. Maar er stond 6, 7 feiten in de dagvaart? Ja. Van 5... Hij is van alle dwang, dus 2, 42, 2, 46, is allemaal vrijgesproken. Je vertoont wel trekken van een tovenaar, dacht ik. Een Tita-tovenaar. Ja, ik vind... Zit jij hier of... Het komt me wat moeilijk over de lippen, maar... mooie uitspraak. Ga jij daar eens in? Oh, zijn de proporties beter? Of niet? Ja. Voor mij is hij nu weer te kort. Het geheel wordt steeds mooier. Ja. Al draagt een apen gouden ring. Je hebt hier ook nergens iets van je. Nee, ik heb hier geen spiegel. Maar daar gaat het ook niet om. Oh, dat is zo goed. Dat knoopje moet dicht. Nee. Nee? Daar heb ik last van. Oh, dat is last van, allemaal. Nou. Zo. Ik heb het Pieter Baan-rapport binnen. Ja. Uitgebreid. We beginnen achterin, hè. Laatste twee pagina's. En dat is... hier helder. En er zijn twee punten die van belang zijn. Het advies is TBS met dwang. Oei. Ja. En daarvan zeggen ze ook nog, we hebben stilgestaan bij de mogelijkheid van het TBS met voorwaarden te adviseren, maar de daaraan gekoppelde tijdslimiet van 4 jaar achter wij, afgezet tegen de ernst van de stoornis, een te groot bezwaar om die maatregel te adviseren. Ander punt is het punt van het recidieve gevaar. Oh, ja. En daar heb ik echt met de wenkbrauwen gefronst.
zegt ze, indien bewezen, vormt zij niet louter voor eventueel volgende eigen kinderen een gevaar, maar ook voor baby's die mogelijk in de toekomst aan haar zorg zouden worden toevertrouwd. En dat is uitermate merkwaardig, omdat je dat in het hele rapport niet tegenkomt. Als je dit leest, dan denk je, ik heb iets overgeslagen, ik heb pagina's gemist. Er komt als een dode meeuw uit de lucht vallen. Ja, dit is echt... Moet erop schieten. Ja, maar het past... Scherp ondervragen, psychiater, past ook niet psycholoog. In de lijn zoals de wetenschap daarover rapporteert in feite. Maar we worden hier niet vrolijk van. Hè? Nee, zeker niet. En zeker niet die toevoeging nog eens een keer. Want dat maakt het natuurlijk alleen maar zwaarder. Dus herhalingsgevaar voor eigen kinderen, maar misschien ook voor andere kinderen. Ja. TBS dwang geadviseerd en TBS met voorwaarden niet een reële optie geacht. Want dat betekent dus dat het Pieter Baan Centrum vindt dat de behandeling lang en zwaar zal zijn. Ja, afgezet zeggen ze tegen de ernst van de stoornis. Dus die achten ze zodanig dat daar... Maar betekent niet dat wij niet verder koersen op het alternatief TBS met voorwaarden. Nee, absoluut niet. We draaien hier alles binnen en dan gaan we het bestellen maken. Ja, ik moet zijn stropdas omdoen. En als we nou niet in de handen gaan, geloof ik dat we dan blijven toch. Dan zoeken we even een plekje hier. Ga weg, man. We praten over november 2006 en over mei 2008. De beide kinderen worden geboren in een studentenhuis. De baring, de bevalling, die vindt in stilte plaats, omdat Marieke absoluut niet wil dat iemand dat merkt. Zij heeft tijdens de eerste zwangerschap iedereen op de mouw gespeld dat ze een baarmoederprobleem of iets dergelijks had, wat iedereen uiteindelijk ook geloofde, of er in ieder geval genoegen mee nam. Dan wordt het eerste kind geboren, in bed. Dan neemt ze het bij zich, maar als ze dan hoort dat er iemand aankomt, dan drukt ze met haar hand bij het kind de mond en de neus dicht en vervolgens een kussen op het gezicht, waardoor het overlijdt. Dat is een actief handelen ten aanzien van dat eerste kind. En dat is wat mij betreft opzet, als je dat in juridische termen vertaalt. Bij het tweede kind vindt de bevalling plaats op het toilet van het studentenhuis. Het kind komt onder de toiletpot terecht en heeft de navelstreng om de hals. Marieke ziet het kind bewegen, ziet het blauw worden en doet helemaal niets, waardoor het kind uiteindelijk overlijdt. De PBC adviseert TBS met dwangverpleging en ik vind dat een advies wat ik ga overnemen. Met name de noodzaak van behandeling, de lange duur en de druk van de kliniek die nodig is om die behandeling uiteindelijk ook tot een succes te kunnen laten komen. Indien de rechter de indruk heeft dat een verdachte de aan hem of haar toegeschreven stoornis niet erkent, is er reden om de maatregel op te leggen in de vorm van dwangverpleging. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte zich zal onttrekken aan een verplichte behandeling, is ook dwangverpleging vaak een aangewezen middel. Maar die bovengenoemde situaties doen zich hier, wat mij betreft, niet voor. Het ultieme gevaar voor herhaling zit er niet in dat Marieke de straat op gaat lopen en iemand iets heel ergs zal aandoen. Maar het ultieme gevaar voor herhaling is de doding van opnieuw een kind. En dat moet absoluut voorkomen worden. Ik blijf bij mijn eis van TBS met dwangverpleging. Dat is mijn reactie. Het Openbaar Ministerie zet in op TBS met dwangverpleging. Opname in een kliniek, gedwongen kader. En dat is een vorm van TBS die gemiddeld op dit moment in Nederland zo'n 7 à 8 jaar duurt, maar ook veel langer kan duren. De verdediging kiest niet voor die zwaarste optie, maar kiest voor de lichtere TBS. En dat noem je de TBS met voorwaarden. En die constructie kan maximaal 4 jaar duren. Dus daar ging het met name op de zitting vanochtend over. Kies je voor die zware variant of voor een iets lichtere variant? En daar kiezen wij voor. Voor de lichtere variant, 4 jaar. Ook omdat het recidivegevaar in onze ogen niet op dit moment speelt, niet acuut is, maar slechts op de langere termijn en dan ook nog situatief bepaald in een geval dat zij wellicht weer zwanger raakt. Dus wij zeggen, zij, cliënten, is op dit moment niet een gevaar voor de samenleving. Hoeft dan ook niet in de zwaarste setting te worden opgenomen. Maar het kan ook een behandeling worden
in een lichter kader. Vindt u ook dat het huidige TBS-systeem op de schop moet? Ja, dat vind ik ook. Er zijn ook advocaten die steeds tegen de cliënt zeggen: weiger maar aan alle onderzoeken mee te doen, dan krijg je geen TBS. Dat doen wij niet. Wij zeggen dus niet in ieder geval, je moet alle medewerking weigeren, maar we bespreken met cliënt wel heel goed de consequenties. Van als je meewerkt, kan het TBS worden en kan het 10, 20, 30, ik heb zelfs een cliënt 50 jaar in de TBS. Dat wilde ik net zeggen, ja, want een van uw cliënten die zit zo'n beetje in de langste in de TBS. Dat is misschien geen reclame voor mij als advocaat, want ik heb hem er nog steeds niet uitgekregen, maar die zit inderdaad 50 jaar in de TBS. En dat vergeet de samenleving wel eens, want die samenleving denkt vaak TBS, oeh, dat is een duiventil, links erin, rechts er weer uit. Tegendeel is waar. De gemiddelde duur wordt steeds langer. En sommige mensen zitten 20, 30, 40 jaar in die TBS. Wat er tegenwoordig vaak gebeurt is dat als er op een verlofje ook maar iets misgaat, dat de minister weer naar de Kamer wordt geroepen, dat men reageert op incidenten. Dan krijg je letterlijk incidentenpolitiek. En dan wordt er weer een wetje links en rechts aangepast, waardoor alle samenhang ontbreekt. Niet doen. Als je naar het systeem gaat kijken, doe het dan grondig en langdurig, maar reageer niet op incidenten. Dat is een advies. Maar ik weet niet of men luistert. Dank u wel. En ik ben niet optimistisch. Het verhaal is net zo somber als het weer, Koning. Amis. Amis. Ik zat in spanning te wachten op de uitspraak Almelo. Wat is het nieuws? Het nieuws is opgelegd, gevangenisstraf van 18 maanden en daarnaast de TBS-maatregel met dwangverpleging. We hebben het altijd al gezegd, hè? Het zat een beetje aan te komen. Ja. Uitermate teleurstellend. Ja. Maar geen verrassing, omdat ik heb altijd de indruk gehad, de rechtbank koerst vanaf dag 1 op TBS-dwang af. En de rechtbank heeft nooit naar alternatieven willen kijken. Dat vind ik het teleurstellende in deze zaak, het wrang ook. Ja. Het is gewoon van, Pieter Baancentrum adviseert TBS met dwang. Dat nemen we over. En verdediging, u roept maar en u praat maar het is gewoon conform de eis van de officier van justitie. Ja. Nou, je hebt helemaal gelijk. Een buitenstaander die het rechtsbedrijf niet helemaal kent, die zou kunnen zeggen van der Meer en Anker hebben een jaar voor niets gewerkt. Nou, dank je. Hans zegt iets tegen mij. Pas op, want dan heb ik... Maar dat is ook inherent aan mijn praktijk. Ik heb natuurlijk cliënten die ik 10, 20, 30, 40 jaar bijsta. Hè? Want ze komen er niet meer uit, de levenslangen. En de TBS'ers, zegt Hans wel eens van... pas op, broeder, professionele distantie. Niet over die grenzen. Trek het je niet te veel aan. En... Nou, sterker nog, we hebben op een gegeven moment gezegd van, nou, je moet je praktijk wat anders indelen. Je moet weer wat meer politierechterszaken gaan doen en kinderrechterszittingen, dus jeugdstrafzaak. Omdat je anders te veel in een bepaald segment terechtkomt waar je op een gegeven moment niet meer goed uitkomt. En waar ook... wat betreft het uitzicht voor de cliënt, wat minder perspectief is. En dan is het verstandig om die praktijk dus anders in te kleuren. En dat heb je inderdaad ook gedaan. En ik denk dat dat ook goed is geweest voor de balans. Want op een gegeven moment had je alleen maar levenslang gestraft en TBS'ers die in een long stay zaten. Maar daar word je zelf niet vleuriger van. Nee, want ik had toen ook... professionele hulp in die tijd, want ja, ik trok me soms wel veel aan. Want ik zag natuurlijk in wezen alleen nog maar mensen die er niet meer uitkwamen. En toen is Hans gezegd, stop, jij gaat weer heling, diefstal van een konijn. Verduistering ga je weer doen. Dan ga je naar een zitting, heb je 20 minuten...
een proces en dan ga je weer terug naar kantoor. En mijn cliënten, dat suddert dus 10, 20, 30, 40 jaar. Nee, Hans gezegd, dat moet anders. Het evenwicht, de balans is weg. De weegschaal is in onbalans. Hans zei, ik heb politierechterzaken, ik heb rechtbankzaken. En Hans zei, die had ik in mijn kast. Ja. Ik pleit en ik had ze weer uit de kast. En dan had hij een succes en dan was hij blij en dan was hij vrolijk. En dan zei hij van, het is goed afgelopen. En dan komt hij bij mij. En ik heb levenslang een TBS gesteld. En ik maak alleen maar van dit soort kleine stapjes. En tussen Hans tegen mij van... Wim zegt wel, ik heb iemand die zit 30 jaar in de TBS. Nou, ik zei, er wordt tijd dat je hem eens een keer aan een ander geeft. Misschien dat hij hem eruit krijgt. Ja. Als een levenslang gestrafte overgeplaatst werd, dan zei ik op kantoor van, ik heb nu iets bereikt. Ik heb nu een prachtig resultaat bereikt, want hij zit in een ander regime. Ja. Zei de collega. Hallo. Goedemorgen. Hey. Joi. Ik was je even kwijt. Ja. Theo Heinrichs in Zeeland. Jongen, jongen, jongen. Waar vlekken ze me nou, hè? Wat zei je? Ik zeg, waar vlekken ze me nou? Ja? Om me hierheen te zetten. Ja, wat vind je ervan? Hè? Laat maar, ja. Want je zit hier nou... dikke week? Ja, net een week. Net een week. Ja, net een week. Maar, nee. Het is te klein, hè? Ja, dat heb jij in de gaten. Hè? Ja, ik kan het niet groter maken. Ik niet. Hoe kijk je? Ja, een balkonnetje. Ja. Je hebt er wel een balkonnetje. Een vrolijk hekwerkje ervoor. Het enige. Het enige wat je nou hebt. Nou. Ja, kijk, als je helemaal leeg is en je hebt hier twee tafeltjes. Een tafeltje met twee stoelen, dan kan je hier buiten zitten. Trouwens, het is wel lekker dat die deuren los blijft. Maar je kan s'avonds wel eventjes. Even weer een frisse neusje houden. Maar als jij een paar weken niet eet, dan kun je niet tussendoor. He? Kun je niet tussendoor? Nou ja, dan hoeven alleen maar twee speltjes weg, hè? Ja. Maar ja, kijk eens, daar heb je ook vanaf een hekken. Je hebt op dit moment geen verlof? Of? Nee. En wanneer wordt het weer gestart? Ja, dat is nog de vraag. En dan roepen ze van nou volgende week of over twee weken of drie weken? Als ik twee uurtjes in de week hier verlof heb, dan zal het vol zijn. Dan ga je er behoorlijk op achteruit. Ja, dan moet je alles moet je inleveren. En dan moet je nog maar zien dat dat landelijk... Maar dan lever je dus ruimte van de kamer in. Ja. En wat erger is, je levert ook nog verlof in. Ja. Moet meer vrijheid, zeggen ze. En je krijgt minder. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat jij hier naartoe gaat en dat je je helft van je verlof verliest. Ja, nee, maar dat zie ik... Daar voel ik niks voor. Deze is 5 bij 3. Ik meen... En hier heb ik gemeten, is dat. Dan moet ik even daar naartoe. Hier zijn we, ja. Ja, Theo zit er helemaal in. Wees van me van. Kunt u een beetje verstaan? Want haar liefste, die is op zee. Die vrede zee, die hart die leven na. Daar komt mijn broer, let op, hoor die stem. Zij lief en eerlijk, zoek al die eigen wijze. Mooi nummertje, hè? Zij doet ik jij een been, maar op een daido. Stem van mijn broer is ietsje te luid. Daardoor komt mijn stem er wat minder uit.